was dat ze mij kwijt zou ook. Hebben ze tegen mij eens verteld of het daarom was. Als zij, want als ze dan eens optreden, ze hier ook heel lang in de Poort van Limburg staan, van april tot oktober. Dat was weer in de Poort van Limburg. Dat was een hotel. Iedere woensdag en middag stond ze daar. In een zangeres van de Naamshow. En daar ben ik ook dikwijls geweest. En dan, dan vroeg ze wel eens, heb je een vriend? Ik zei, nee. Oh, dan is het goed. Dat vroeg ze wel eens. Ze had een groepje, dat creëerde ze. Nou, en dat waren haar vrienden en de kennissen. En daar ging ze lekker mee Chinezen. En daar vertelde ze de lieve leed tegen. En echt van buitenaf, ze vertrouwde eigenlijk niemand. Want dan zei ze wel eens ooit tegen ons. Dus is ze, Nel en Mia, jullie bent bevoorrechte fans. Ja, bevoorrecht. Daar mogen jullie wel heel blij om zijn. Ik zeg, ja, daar zijn we dan ook. En waar moesten jullie dan blij voor zijn? Omdat wij dan binnen mochten komen. Want er waren duizenden fans die zo graag een keertje bij de binnen wouden komen. En als jullie dan op bezoek kwamen bij haar, wat deden jullie dan de hele dag? Koffie drinken en taart eten. Dank u voor alle goede vriendschap die u aan ons geeft. Dank u voor al uw goede daden. Als ik nou bijvoorbeeld iets gekocht had en ik kwam naar mijn meris, oh José, doe eens uit, laat mij passen. Nou, wij waren altijd dezelfde smaak. Maar het blijft gelijk wat elkaar, want verschillende dingen. Had ik maar iets zei, dat wil ik kwijt doen of dat wil ik kwijt doen, ja, dan maakt meer jij. En net dus, ik ben ook altijd, dan zeg ik het zelf, ook altijd wel een goudkoning geweest. Ik kieuw altijd ook van mooie sieraden. Mm-hmm. En Mary ook, hè. Want veel dingen waar ik haar, en dan zei Mary, oh, dan moeten mij Romeinen over doen. Maar wij deden nooit niet, wij deden alles gewoon, nou, alstublieft. U gaf het dan aan haar? Ja, dan gaf ik het mij gewoon. Mm. Want ja, toen had ik ook een goede zaak en alles ook altijd gehad en zo. Dus ja. Maar wat voor zaken had u dan? Nou, ik haar lederen kleding, hè. Ja. Dat waren José lederen, ja. Vragen die journalisten ook wel eens wat je verdient? Dat je rijk bent? Ja, dat wordt vaak gezegd en dan, daar word ik dus wel eens boos om. Want dat kan iedere artiest beamen. Dat je dus van platen maken dus niet rijk kan worden. Er zitten dus ook over die 18 jaar uitgesmeerd, heb ik er dus grammofoonplaten bij, waarvoor ik soms maar 1 cent krijg. Hè? Ze was ook altijd met geld bezig, hè. Ze voelde zich altijd tekort gedaan, ze verdiende te weinig. En. Kijk, je moet namelijk niet vergeten, wat houdt het werk in? Je komt aan en je zingt 6 liedjes en je stapt erin uit en gaat weer naar huis. En die artiesten verdienen dan een maandsalaris. Dus dan moet je toch niet zoveel over mopperen. Zwijgen is goud, zo zongen Johnny Hoes en de zangeres zonder naam vroeger vredig samen. Maar van die spreekwoordelijke goede voornemens is weinig meer terug te vinden. Hoes, de Rotterdammer die uit zijn gitaar van een Riksdaalder een tophit Keizerrijk toverde, had de afgelopen dagen weinig plezier van zijn swingende firma in het zuiden, zoals die zijn fabriek van het levenslied in Weert pleegt te noemen. Waarom probeert de zangeres zonder naam mij zo af te breken, was zijn klacht. Ondankbaar, vindt Hoes haar. Ik had het ook veel eerlijker van haar gevonden als ze gezegd had van kijk, ik wil bij Hoes weg, want ik wil meer geld. En als dan blijkt dat zij dus in onderhandeling is geweest met Bovema en dat ze zich daar bijzonder goed bij thuis voelt, dan vind ik dat niet juist. Dan vind ik gewoon, dan moet je open kaart spelen. Ja, ik weet het niet, maar op een gegeven moment was er een firma die gaf haar 500.000 voorschot als ze naar die firma kwam. Wat vond u daarvan? Ja, daar kun je niks aan doen. Denk je nou dat ze die voetbalclubs, dat die bestuurders de hele nacht wakker liggen van degene die gaan en komen? Het is zo godverdomme. Wij mogen blij zijn dat ze zoveel jaar bij ons is gebleven. Nadat ze bij u weggegaan is, heeft ze eigenlijk nooit meer een groot nieuw succes gehad, hè? Ze heeft geen één succes meer gehad. Hoe komt dat, denkt u?
Nou, ze was allereerst verkeerd begonnen met een liedje wat ze zelf gemaakt had. En dat, dat was het niet. Later hebben een paar anderen nog geprobeerd om een beetje in mijn stijl wat te doen. En misschien, ze heeft natuurlijk nog wel even succes gehad met dat lied voor de homo's, weet je wel. Luister Anita. Ja. En, maar ja, dat was niet meer wat het geweest was. Het is eventjes stil geweest rondom mijn persoontje. Dat komt natuurlijk omdat ik van de ene maatschappij naar de ander ben gegaan. Maar ik vind wel dat ik er weer helemaal ben zoals vroeger. Hij vervolgde de Joden, deed niets dan hen doden. Dus bekeer je, Anita, geef de homo's de hand. Dus beste vent, hou gerust van je vriend. En strijd voor je rechten, desnoods ervoor vechten. Waar ze jou van beschuldigt, heb jij niet verdiend. Vond u het een verstandige beslissing van haar om weg te gaan? Nee. Nee, dat vond ik helemaal niet verstandig. Want het gekke was, ze had zo'n haat tegen die man. Dat ze op een gegeven moment zei, ik zing geen enkel liedje meer van hem. En toen ging ze naar Bovema voor een zak vol geld. Maar ja, toen had ze een hele cd gemaakt met allemaal nieuwe liedjes. En ze ging s'avonds de bühne op. Maar de mensen kennen die liedjes niet. Dus ik zeg, Mier, je doet het verkeerd. Je moet toch... haar vader toe drinkt niet meer zingen en op een gegeven moment, elke keer nam ze één liedje toch maar bij. Dat ze uiteindelijk weer heel het repertoire zong. Akin met Mary, zet de salamander op zijn kop. Mary, het is er dan toch van gekomen, hè? Bij onze eigen televisieshow van 50 minuten. Ja, Nico, maar wij hoeven die 50 minuten niet alleen te vullen, dames en heren. Want we hebben geweldige hulp gekregen van de krabben. En van de kermisklanten, ja! En van Corrie Koning. Hier heb ik toch heel wat jaren nog opnames gemaakt, hoor. Een roos kan niet zonder zonneschijn. Een roos kan niet zonder dauw. Een hart kan niet zonder liefde zijn. En daarom verlang ik naar jou. Dat vond ik... dat vond ik mooier dan... Barcelona of... mag ik van u een lift of... noem maar op. Hoe zou het zijn gegaan met Mary Servaas als ze u niet was tegengekomen? Als ze niet bij mij was gekomen? Mm-hmm. Ja, dan denk ik, sorry, maar dan had ze een zangeresje gebleven wat in een weekend en of wat met een bandje ergens mee naartoe ging op kermissen. En ja. Bent u ooit zo'n groot talent tegengekomen? Ja, wat is talent? Zij was eenmalig. Zij was eenmalig. Ik heb ook altijd gezegd, we zijn samen begonnen. Mm-hmm. We hadden het samen af moeten maken. En dat is helaas niet zo gebeurd. Johnny Hoes is een keer terug geweest bij Meris, hoor. Ja? Ja. Ja. Om wat te doen? Nou, om te komen vragen, want hij had nog een liedje liggen met de tweeën. We wouden zingen. Maar of ze weer met hem wilde zingen? En toen zei ze, ik dacht dat je me miljoenen kwam brengen. Zit ik nog te goed heb van u. Want hij is altijd onderbetaald, hè. Maar ja. Dat is nooit meer goed gekomen? Nee.
Kijk, want die rijden meer is ook in de keuken en alles, hè. In de keuken? Ja, meer Amerie in de keuken is. Iedereen wist eigenlijk alles van haar, hè, in die tijd. Ja, ik... Ja. En de Mercedes, hè. De stalte Mercedes. Ja. Maar ik mis je wel, hoor. Want al is dat je ze mij kunt horen met de telefoon, hè. Haar stem. Ja, en het was voor mij ook een zuster, hè. Het was voor mij niet alleen dat... We gingen vriendschappelijk met elkaar op, maar ook met alles, hè. Jo, ben je daar? Jo. Jo. Ja. Wil je er even bij komen zitten? Ja, hoor. Hij zit weer te puzzelen, denk ik. Als ik kan. Lekker in de keuken te puzzelen. Soms ik kom me dus bijvoorbeeld verplaatsen in Prins Klaus. Maar wat betekent dat nou voor je? Eerst komt zij, dan de hele tijd niks en dan kom ik. Dat betekent voor mij. In het begin was dat wel een beetje moeilijk voor je. Heel moeilijk, ja. Jo zat veel alleen. Die telde al die schrootjes van de plafonds. Van het plafond in huis. En dat deed ze ook zeer dat ze dan toch dacht... Ja, wat moeten wij het slot er nog voor doen? Geld hadden ze genoeg tenminste om nog mooie jaar te leven. Dat ze hoefden het voor financiële problemen, hoefden ze het niet meer te doen. En toen heeft ze die beslissing genomen om toch te stoppen. Verheugt Jo zich erop dat je ophoudt? Of zie je er tegenop als een berg? Nou, helemaal niet, nee. Nee, hij vindt het al fijn. Nee. Maar ik heb het niet geloofd. En dat... Ik denk nou, ze zegt zoiets, maar ik weet het niet, hoor. Geloof er niet aan. Nog niet? Nou wel, ja. Nou ben ik ervan overtuigd. Ja. Je hielp vele mensen met een troostend woord. Maar voor elk artiest komt het laatste akkoord. Je kunt gaan genieten van je huis en tv. En Jo kan nou eindelijk eens naar PSV. Bedankt, bedankt, bedankt. Dat is nu ons cadeau. Hey Corrie, mijn René. Hey, ik zit in Oosterwijk vanavond bij Eddie Wally. Maar ik zit ineens te denken. Ik had jou nog willen bellen. Ik heb gekeken van de week achter in de zaal naar Johan Heuser. Maar hij is echt bekomen, eerlijk is eerlijk. Het is echt een aanwinst voor de Corrie Koningsshow, vind ik. Nee, dat vind ik echt. Denk jij nog wel eens aan Mary? Nou, ik heb er diverse cd's van en ik draai ze ook dikwijls in de auto. Maar, nou ja, veel aan denken is weer eerlijk gezegd een beetje overdreven. Hoe moet ik het dan zien? Och, we hebben een prettige tijd gehad, maar ja, het leven gaat door, hè. Dat is heel simpel. Hallo, heeft er niemand gebeld? Nee, die Wally is nog niet binnen. En die moet om 11:30 uit. Nee, ik dacht misschien dat ze gebeld zou hebben door ons. Nee, ik heb daar niet meer gesproken. Waren het mooie jaren na het afscheid voor de zangeres? Nee. Ze was in zo'n gat gevallen door de afscheid. Zij miste die mensen, dat publiek en die belangstelling. Daarbij ging de gezondheid van Jo ziender ogen achteruit. Dan kunnen we wel zeggen, wekelijks is ze overtreden, maar maandelijks. Want Jo was dus een ziekte. Nadien bleek niet gezellig meer voor haar. Die mopperen en moeilijk in omgaan. Zondags, toen waren het... Jo hield altijd de sport bij. Die zit met koptelefoon op. Met een koptelefoon op? Ja, naar voor TV de radio te luisteren, radio. Voor TSC, hè, want dat waren grote fan van TSC. En TSC? En ja, hoe heet dat, PSC of PSV. Dat voetbal. Dat voetbal...